De regering beschouwt de bestrijding van criminaliteit als een bijzonder zorggebied. Dit zei president Desi Bouterse vandaag in de Nationale Assemblée. De president benadrukte dat de veiligheid een primaire taak is van de overheid. Er zijn succesvolle projecten geïnitieerd om die veiligheid te waarborgen. De harde aanpak van de criminaliteit wordt gecontinueerd en tot beheersbare proporties teruggebracht, geeft het staatshoofd aan. Bij verschillende gelegenheden en recent nog bij de behandeling van het ontwikkelingsplan heeft de regering de verantwoordelijkheid voor dit beleidsgebied benadrukt. De afgelopen perioden zijn er verschillende succesvolle projecten geïnitieerd. Evenzo zijn er projecten in de startfase. U zult ongetwijfeld de verhoogde surveillance op het optrekken van manschappen van de politie samen met militairen bij de zogenoemde roadblocks hebben meegemaakt. Uw college, evenals het volk, mogen erop rekenen dat de regering het bestrijden van de criminaliteit als een bijzonder zorggebied beschouwt. De regering zal de harde aanpak van de criminaliteit continueren en tot beheersbare proporties terugbrengen. Voorts wil ik aangeven dat de laatste hand wordt gelegd aan het Safe City project, hetgeen betekent dat in het eerste kwartaal van 2018 tot implementatie kan worden overgegaan. Bouterse zei verder dat de regering een zakelijke relatie met Nederland wil. Dat was een reactie op vragen van parlementariërs over de stand van zaken ten aanzien van de betrekkingen met Nederland en het uitblijven van de acceptatie van een nieuwe Nederlandse ambassadeur. In zaken de relatie met het Koninkrijk der Nederlanden kan ik u informeren, mevrouw de voorzitter, dat de regering van Suriname een zakelijke relatie voorstaat, gestoeld op wederzijds respect, wederzijds voordeel en geen inmenging in interne aangelegenheden. Mevrouw de voorzitter, gaarne benadruk ik de reciproke aanwezigheid van diplomatieke vestigingen van herkomstlanden, waaronder de Volksrepubliek China, India en Indonesië. De aanwezigheid op het Afrikaans continent zal onverkort worden voorgezet en wel op een efficiënte en economische verantwoorde wijze. Tot zover president Desi Bouterse. Hij sprak vandaag in de Nationale Assemblée onder meer over de bestrijding van criminaliteit en de relatie Suriname-Nederland.